Vandaag doen we het even wat anders. Want ja, in verband met de coronamaatregelen moet ik me ook beschermen en moet ik Nathalie ook gewoon beschermen. We zijn vandaag aanwezig bij Nathalie Wekema. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb mij laten vertellen, de allereerste vrouwelijke stokhoudcoureur. Klopt, in Nederland. We hebben ook nog Sabine Rode. Maar in Nederland ben ik inderdaad de eerste. Hoe kom je er dan bij als vrouw zijnde in een mannensport om dan te besluiten, ik ga stokhoud racen? Dat is eigenlijk een raar verhaal. Ik ben begonnen op Lelystad, juniorklasse. Daar heb ik ongeveer 4 auto's in 1 jaar totaal los gereden. Toen wou ik heel graag stokken Formule 1 rijden, maar mijn ouders keurden dat niet goed, omdat ik een vrouw ben. En gelukkig had een monteur tegen ons gezegd van, laat haar toch een keer rijden. En zodoende ben ik ook in een stokker gekomen. Heb je nou veel last gehad van de mannen die zeiden van, vrouw hoort niet thuis in de stokkerwereld. Als ik jou tegenkom, dan krijg je de bumper? Nee, eigenlijk heb ik er nooit last van gehad. Ik zal niet weten wanneer ook. In Engeland rijden dus wel wat meer vrouwen rond in de stokkar F1-klasse. Neem bijvoorbeeld Phoebe Wayman. In dezelfde auto, gewoon op het circuit. Wie is er beter? Dat kan ik niet zeggen. We rijden samen en we hebben nog nooit samen gereden. Dus ik heb geen flauw idee wie beter is. Zij heeft natuurlijk de WK gereden, ik nog nooit. Dus ik vind het ook super cool dat ze dat kon doen. Maar op die vraag kan ik geen antwoord geven. Is het ook moeilijker voor jou om sponsoren bij elkaar te krijgen, omdat je dus een vrouw bent in een mannensport? Volgens mij valt het wel mee, want ik heb genoeg sponsoren. Ik krijg ook elk jaar nieuwe sponsors erbij, maar daar moet ik het ook van doen, want anders kan ik gewoon niet rijden. Dus ik ben blij met elke sponsor die er is. En elke bedrag die komt, ben ik ook blij mee, ja. Ik heb je een paar keer goed zien crashen. Wat is nou de zwaarste crash die je hebt meegemaakt? Dat zijn er eigenlijk 2 op Kollum. Ik weet zo niet wanneer het was. Toen ben ik achterover. Toen reed ik eigenlijk achter mijn vader aan en ik dacht ik kon ook heel snel rijden. Maar toen ben ik achterover de bult gegaan en achter op de achterkant van de stokker gekomen. En dat was wel een hele zware crash. En in Emmen heb ik mijn vorige auto totaal los gereden. Ben ik in de muur gekomen en toen had ik mijn elleboog uit de kom. En voor de rest heb ik denk ik 4 keer heb ik mijn duim gebroken en ook een keer geopereerd eraan. Dus ja, het hoort erbij. Maar wat zeggen je ouders nou ervan? Die hadden dus wat moeite met het feit dat je ging stokkar racen. Je hebt soms wat verwondingen. Wat vinden zij er nou van? Mijn moeder vindt het minder leuk. Als ze er is, is ze er wel voor me. Ze gaat er ook 100% voor. Mijn vader die had in het begin ook wel wat moeite. Maar omdat hij zelf geraced heeft, vindt hij het nu minder moeilijk. Maar hij vindt het wel heel leuk. En hij is ook heel trots op mij. En mijn moeder ook. Kijk, dat vind ik fijn om te horen. Nou, naast de crashes horen natuurlijk ook de mooie momenten. Je hebt hier al 2 bekers heb je hier al gepakt. Pak ze er even bij. Vertel eens er wat meer over. Nou, ik had eigenlijk nog een beker mee willen nemen. Dat is mijn allereerste beker in Sint-Anne-parochie. Dat was de B-finale en werd ik 2e. Maar dit is de eerste finale die ik ooit heb gewonnen. Dus ik ben super trots hierop. Deze. En dan heb ik nog 1. Dat is de baankampioenschap van Emmen. Daar werd ik ook 2e. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ik ben tevreden met elke beker die ik win. Want ik ben er zo blij mee als ik maar een beker win. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Wat vind jij er nou van dat er meer vrouwelijke stokhoudcoureurs zijn? Ik vind het superleuk. Je hebt natuurlijk Thea Helden, Inge Wiesma. Ik heb gehoord dat die net is gestopt helaas. Je hebt Wendy Koopmans en je hebt Joyce Boots. Ik vind het superleuk dat ze meedoen en dat ze ook gaan rijden. Dat is voor mij ook leuk. En ze doen het met z'n allen hartstikke goed. En ja, ik vind het geweldig. Welke tips heb je nog voor vrouwen die in een andere klasse rijden en die misschien wel stokhoud F1 willen gaan rijden? Ik denk dat het belangrijkste is om niet naast je schoenen te gaan lopen en gewoon rustig aan beginnen. Ik ben ook zo begonnen, ik zwaaide mijn eerste wedstrijd, maar je moet gewoon rustig beginnen en het komt vanzelf. Je moet het leren en iedereen moet het leren. Nathalie, dankjewel voor je tijd. Dit jaar helaas nog geen wedstrijden. We hopen elkaar snel weer te zien langs de wedstrijdbanen. En heel veel succes wanneer we weer gaan racen. Dankjewel. Ik wens jou ook heel veel succes hiermee.